Ondanks dat dit tal nieuwbouwprojecten norneemt, had het personeelste kwart in de bouw nog niet zo aan geweest. Benamen nog een installatiemonteur is een in gebrek. Bij installatiebedrijf Pranger Rossier in Dokkum, een van de grootste in Friesland, reden ze er alle dagen tjinn ja, het betekent gewoon dat wij op dit moment net aan alle vragen vonden aankennen. Wij de klanten teleurstellen. En dat is, dat is heel vervelend. De mensen meesten die met de verduurzaming van hun pand aan de slag willen. Die met een naaibouw of uitbreiding aan de slag willen. En die matten we soms gewoon teleurstellen. Nevers Mulder is dit kwart aan technisch personeel het gevolg van een maatschappelijke trend. Wij willen u's en opleiden voor algemene uh, opleidingen, zo heeg mogelijk. En er is toch een bepaalde aversie in het werkje, maar hon, het werkje, maar techniek. En uh, ja, dat is iets wat we uh, heel gestaag maar je allemaal werkje maken om dat ruut te krijgen. Terwijl je in de bouw uh, best flink kan het verdienen. Zeker, ja. ja ik denk dat dat de komende jaren nog volle mooie wetten. Toch het enorme kwad aanwijzingen, ja, herinner uh, de slagers natuurlijk. Iedereen denkt dat het heel zwaar is, denk ik. En het had natuurlijk ook wel nadeel, maar het is een heel boeiend beroep. Die vervel je nooit. En haast uh, alle dagen wat oors. En ook met iets. creëerst iets. Het, uh, maakt het iets van nul tot iets heel moois. Dit personeelste kwart dwingt bedrongen een Rossier de instream van nieuw personeel oors aan te pakken. Ja, we hebben eigenlijk verschillende sporen. Uh, je probeert volmorgemesking uh, te werven op alle mogelijke manieren. Uh, intensieve samenwerking met de Squalm. Stages, uh, werkend leren, lerend werken, uh, dat soort oplossingen. Maar ik zei in stroomdirecten: uh, meestal vanuit de horeca, meestal vanuit, uh, vanuit de zorg, uh, vanuit alle andere, uh, branches die, uh, die binnenkomen. We maar een Oortel en uh, friese installateurs uh, ondersteunen bij een, een vakopleiding bij de bij het ROC. En ze hebben er allerlei samenwerkingsvormen waarin we proberen om meestal binnen te De De pas je en haar en op de aanhoudende personeelskracht en ontwikkel je orenwieze van werkje. Mij dezelfde ondernemers uiteindelijk meer werk voor me krijgen. Dus door te automatiseren, te robotiseren, uh, verdergaand uh, digitaliseren van gebouwen, uh, uitlezen van gebouwen, op afstand bewaken van gebouwen, toch, uh, digitale algoritmes, toch AI, dat soort technieken. In de heine toekomst, Jocht Mulder, de vraag naar technisch personeel, onverminderde blijven. Ja, ik denk dat het voor de komende jaren echt een serieus probleem blijft. Uh, die, die hele energietransitie, daar zitten we nog wel 30 jaar uh, in, en uh, misschien nog wel veel langer. Uh, dus daar, daar hebben we ontzettend veel meesten voor nodig. En uh, ik voor het in de lucht gaan van al die techniek in de gebouwen hebben we hele slimme meesten nodig. Dus dit, dit probleem bedoelt, daar komen die hard nog steeds.